Ja, we staan hier net na de achtste finale tussen Adcock White en Wouter Klaassen, Nathalie de Caen. De emoties zijn nog stilletjes aan, we zijn ze nog stilletjes aan het laten zakken, maar hadden jullie dit eigenlijk verwacht? Verwacht niet echt, maar ik wist wel dat we... Oké, ik wist wel dat we een kans maakten, maar echt verwacht hadden we het niet, maar ja, we zijn toch wel content. Wouter, zo, ja, het begin van het toernooi dacht iedereen natuurlijk, ja, hoe ver gaan ze gaan? Hebben jullie die toernooi eigenlijk anders aangepakt dan andere toernooien? Zat er meer spanning in bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk helemaal hetzelfde als andere toernooien was het toch niet. Want we weten wel dat, we wisten sowieso dat dit het laatste is. Dus je weet eigenlijk bij elke match dat je begint dat het ook de laatste kan zijn. Ja, ondertussen krijgen we hier te horen dat er in IJsland ondertussen een vulkaan is uitgebarsten. Waarschijnlijk had het een met het ander wel te maken. Wij kunnen dus het vliegtuig in Manchester niet nemen. Er kan geen enkel vliegtuig opstijgen. Dat betekent dat we dus morgen zonder problemen wat langer kunnen blijven voor een mogelijke kwartfinale tegen Hop, denk ik, en Overzier. Als alles een beetje volgens plan verloopt. Wat denken jullie van die wedstrijd? Kinderwater en Overzier. Ja, ik denk dat dat wel een spel is wat ons iets meer ligt. Want eigenlijk, gelijk nu dat Engelse spel, dat is totaal niet, dat ligt ons niet. Dus zij hebben meer het vlakkere, snellere spel. En ik denk dat we daar ook wel maar kunnen bij meedraaien. Ja. In deze laatste wedstrijd had vooral Adcock, vond ik, heel veel druk op de service. Je zag bij sommige momenten ook dat er toch wat druk op de service stond. Maar vooral vanaf de tweede set hebben jullie dit heel goed opgelost. Heeft Ellen nog wat andere zaken bijgestuurd in de wedstrijd? Ja, over die service. Het is, in de eerste set hebben ze eigenlijk ook al een heel aantal punten voorgestaan. En dan is het sowieso veel makkelijker om de service te retourneren. Je ziet vanaf de tweede set, als de score gelijk opgaat of als wij voorstaan, dan is het een heel ander verhaal. Dan durven zij ook niet zoveel risico te nemen op de return. En dan zie je dat ze ook beginnen fouten maken. Ellen heeft ons eigenlijk vooral gevraagd om vanaf na die eerste set eigenlijk meer proberen het midcourt en het net te nemen. Terwijl we in het begin eigenlijk te veel achteruit trokken en hun het initiatief lieten. En dat moesten wij gewoon zelf gaan doen. Oké, we gaan nu even, denk ik, een klein beetje vieren. Niet met alcohol, maar we hopen van hier morgen opnieuw te staan. En dan gaan we, maken we afspraak voor de halve finale. Dat is heel goed. Oké, morgen zijn we weer terug.